President Chandrika Prasad Santokhi bevond zich het afgelopen weekend samen met een delegatie in het resort Kabalebo te Apura. In dit gebied heeft het staatshoofd enkele projecten officieel in gebruik genomen. Het gaat onder andere om een ijsfabriek die tijdens het presidentiële bezoek is geopend. De ijsfabriek is een donatie van Japan voor de ontwikkeling van Apura en omgeving. De fabriek telt 5 machines met elk een productiecapaciteit van 1000 kilogram. De ijscentrale moet volgens het staatshoofd de fruitproductie, maar in het bijzonder de lokale visserij ten goede komen. Ook is er een nieuwe polykliniek in het resort geopend met een dienstdoende arts. Bij deze gelegenheid heeft de president een nieuwe ambulanceboot overgedragen aan DC Josta Lewis. Lokale bewoners van Apura zijn bij de Maritieme Autoriteit Suriname getraind voor een vaarbewijs om de bootambulance te kunnen besturen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft medicamenten gedoneerd voor het bestuursresort. Verder is er een basisgoederenwinkel geopend die gekoppeld is aan de bakkerij Breadalicious NV. De basisgoederen hier zijn ruim 40% goedkoper dan in de lokale winkels. Hierdoor kan de bakkerij brood en bol bakken tegen een lagere prijs. LVV-minister Pralat Seudin heeft een bezoek gebracht aan de Marcusa aanplanten in het resort. Het gaat om een hybride Braziliaanse Marcusa ras dat een snellere oogst biedt. De landbouwers hebben te kampen gehad met wateroverlast. Er is een team van het ministerie achtergebleven om de problemen te inventariseren. Voor minister Seudin is het belangrijk om alle belanghebbenden bij elkaar te brengen om de landbouw te stimuleren.